Daar hadden we het gisteren over. Je hebt gewoon een zelfgemaakte krant. Voor mensen die hier willen opstaan met hun naam. Waarom wil je... Oh, kijk, hij met zijn shortje. Eén keer gaan trainen, je moet meteen afkoelen. Goedemorgen, dames en heren. Welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Ik heb echt... Sorry voor de mensen die het waarschijnlijk al dachten, maar ik heb inderdaad een gekke kleur aan. Dit zou ik niet snel dragen, maar het is een t-shirt van Tomorrowland. En dat is eigenlijk gewoon mijn werk-t-shirt, want we zijn bij Bo haar oma. Bo is helemaal classy wel. Ik zit hier in mijn werkkleren. Want ik ga even de haag hier afdoen. Ja. Even scheren, maar kijk eens. Dat kan echt niet. Ja, die puist is wel echt paid actor, inderdaad. Ja, wat kan concealer op doen? Ik heb echt al 3 dagen hier een mega puist. Ik denk dat jullie het waarschijnlijk al gezien hadden. Maar ja, boeit me vrij weinig eigenlijk. Ze gaat wel weg. Maar Bo heeft ook al even haar dingen verdedigd. Eindproef. Kijk mijn krant. Daar hadden we het gisteren over. Je hebt gewoon een zelfgemaakte krant. Nice. Cool. Helemaal zelf moeten maken. Mooi hoor. Het is ook echt zo krantenpapier. Wel vet. Heel vet. Dus ja, dat heeft Bo al gedaan. En ik heb even de vlog geëdit thuis. Dan ben ik meteen naar hier gekomen. Om dan nu hier even de haag te doen. Kijk eens. Gaat wel echt satisfying zijn om deze helemaal te scheren. Ik heb trouwens nog goed nieuws, mensen. Want ik heb gisteren voor de 2e keer een appeal gedaan op TikTok. Zodat ik terug live kan gaan. Weer een hele selfie moeten sturen. Mijn leeftijd moeten verifiëren. En de appeal is approved. Dus nu kan ik terug live gaan. Hoe nice is dat? Wat een topweertje, mensen. Wat een topweertje. Heerlijk dit. We zijn een paar uurtjes verder. Ik heb de haag dus helemaal gedaan. En ook even het gras gemaaid bij Boer oma. Dus daar ziet alles er ook weer tip-top uit. En dat vindt ze fijn, want ja, ze heeft niemand echt om dat te doen. En ze kan ook wel een tuinman bellen, maar ik kan dat ook dus. Ja, dan kan ik dat beter doen. Nice dit, hè, het zonnetje. Lang geleden precies dat het zo warm geweest is. Ja, het is echt 4,25 of zo, denk ik. Maar goed, mensen, we zijn dus weer thuis en ik heb iets grappigs om te vertellen aan jullie. Want, zoals jullie gisteren in de vlog hebben gezien, was Bo haar presentatie aan het oefenen voor Peppa Big. Nee. En, je hebt die vandaag gedaan. Hoe ging het? Ja, het ging goed. Het ging zelfs zo goed dat school u heeft gebeld of u op de grote markt van Hasselt uw presentatie wilt doen voor de jury. Omdat dat dan in de krant zou komen. Dat is echt lachen. Lachen, dat is gewoon scary. Ja, dat is toch cool? Hey, dan was het zo goed besef dat ze uit alle leerlingen u hebben gekozen om dat voor de krant te doen op het groot scherm van waar de voetbal wordt gekeken, op de markt in Hasselt. Dat is echt crazy. Maar het staat nog niet echt vast. Je hebt het wel toegezegd, maar je hebt nog geen bevestiging gekregen. Ja. Dus we moeten nog afwachten. Het zou wel lachen zijn, want daar ga ik sowieso mee. Ga ik het filmen hoe Bo natuurlijk, ja. Op het groot scherm komt om haar presentatie te doen. Uitlachen zeker. Nee, ik vind het... Hey, ik ben wel echt trots op u hoor. Dat je het zo goed hebt gedaan. Ik had dat eigenlijk eerlijk gezegd zelfs niet verwacht. Hoezo? Ja, ik weet niet. School is toch altijd zo'n beetje, ook voor u, ja, gewoon een beetje school geweest. Ja. En nu zit je gewoon de beste daarin. En... Wat vertellen, ja. Ja, dat is wel waar. Presentatie was natuurlijk vertellen en daar is Bo goed in. In veel babbelen, dus. Oh ja, ik wil trouwens nog even iets zeggen. Ik kreeg trouwens nog superveel, nog steeds, berichten, vandaag ook nog steeds, voor mensen die hier willen opstaan met hun naam. En ik ga waarschijnlijk wel eens een vervolg maken. Maar ja, ik krijg echt elke dag berichten en ik ga niet elke dag op een glijbaan blijven schrijven, want dat ging ook niet zo makkelijk. Ja, we moeten een betere stift of betere graffiti of zo. En dan zal ik nog eens in de video zeggen dat jullie op die video moeten reageren. Dus blijf zeker kijken, dan zal ik nog eens een aankondiging doen. En dan kunnen jullie er nog op komen als jullie dat willen. Want ik krijg echt nog dagelijks berichten. Het is weer zover hoor. Ik moet druppeltjes doen in Bo haar oog. Ogen, alle twee? Ja. Oké, komt die eerste druppeltje? Jepla. Ja, Bo ging 1 seconde naar buiten. Jullie zagen het net. En nu heeft ze alweer jeuk en buiten gefilmd. Oh. Bo valt dat al zo vaak niet meer op dat ik film buiten. Maar ja, 1 seconde buiten en dan pik haar ogen alweer meteen. Ja, dank je. Alsjeblieft. Zalig, die oogdruppels. Ja? Helpt dat meteen? Ja. Wat jou? Dat is speciaal voor allergie. Hier. Ja, dat wist ik niet. Oké. Gaat het? Ik heb het van de dokter gekregen. Het is trouwens bevestigd, mensen. Bo gaat morgen haar presentatie gewoon op de grote markt moeten doen in Hasselt. Shut up. Voor de krant, voor de jury opnieuw.
voor de bazen van haar school, dus de directeur, en de baas waar ze stage deed, dat bedrijf, die komen allemaal kijken. Dus ze is nu momenteel even haar... presentatie op stek aan het zetten. Ja. Kijk wat hierop staat. En die ontvangen. Oh ja. Ja, die USB-stick die is van Boar opa geweest. Er staan nog filmpjes op van in de winkel. Boar opa had een speelgoedwinkel. Ja. Dus dat is wel cool om te zien. Of ja, filmpjes van de winkel. Gewoon zo'n reclame die in de winkel afspeelde. Maar, what the fuck? Morgen gewoon. Hoe laat? 10 uur. Tien uur. Ja. Dat duurt maar 10 uurtjes of zo, hè. Ja, ze moet niet, waarschijnlijk niet haar hele presentatie... Ja, wel. Ah, wel? Ja. Helemaal opnieuw? Ja. Oh, ik dacht dat ze eerst zeiden van niet. Nee, dat dacht ik ook. Dus ze moet heel haar presentatie opnieuw doen. Maar als de krant komt, dan moet dat. Voor de krant, ja. En op, gewoon op de markt, besef. Op dat groot, dat is echt een megascherm. Kijk, het is stom. Ik had dat gefilmd. Maar ik weet niet of er nog mensen zijn die herinneren, een paar vlogs geleden waren we in Hasselt en toen had ik per ongeluk... Toevallig. Toen dacht ik dat ik dat gefilmd had, maar toen was ik dus niet aan het filmen en toen had ik erbij gezet in de vlog. Hier was ik 3 minuten aan het babbelen, maar dat heeft niet opgenomen. En dat was dus over het scherm. En dat is echt een mega scherm. Dat is niet gewoon even dat je zo 4 tv's langs elkaar hebt. Nee, dat is echt mega. Maar ja, jullie zullen het morgen wel zien, want ik ga mee. We gaan samen vroeg opstaan en dan gaan we naar Hasselt en dan ga ik filmen hoe jij je presentatie daar gaat doen. Geniaal. Ga maar rennen, piepjes. Ren. Oh, niet naar het water. Kijk, nu gaan ze weer lopen. Dat vinden ze toch zo fijn, hè, om vrij te zijn. Ik denk echt dat wij de meest aanhankelijke kippen hebben van België gewoon. Oh, Peppy gaat even de rand opzoeken. Peppy. Oh, dat was spannend. Hey, mooi t-shirt. Dank je. Gaat je weer even touwtjes springen? Yes. Even gymmen. It's summer and we are going on a vacation and my bikini. We need a summer body. We need a summer body for the bikini. What the fuck, mensen, hoe random nu weer. Gijs belt mij, maar het is al vrij laat en die zegt, mag ik komen zwemmen? Ik zeg, tuurlijk, oké, ja, waarom? Hij zegt, ja, ik moet even afkoelen, dus. Meer heeft hij niet verteld, we gaan zo meteen zien wat hij gaat doen. Ja, waarschijnlijk erin springen, maar, oh jee. Waarom wilt je... Oh, kijk, hem in zijn shortje. Ja, wat heb je gedaan? Ik ga worstelen. Worstelen? Ik ben kapot, joh. Wat worstelen? MMA. Is dat worstelen? Ja. Wat, ja? Kapot. Dus nu kan ik je afkoelen? Ja. Kontje pakken. Oké. Okay. In zijn korte broek. Worstelen, zegt hij ook. Wat? Hey, joh, wat gebeurt hier? Mensen. Jij zit echt een grap. Echt een film, gewoon. Oh. Kijk hem. 1 keer gaan trainen, hij moet meteen afkoelen. Oh, dat is wel leuk dan de afkast. Oh. En daar gaat hij weer. In zijn onderbroek ook. En? Oh. Zalig. Ja, het water, het is aan het beteren. Het is aan het beteren. We komen er. Dat had ik nodig. Zijn haar ook. Eigenlijk komt hij gewoon met zwembad gebruiken. Ja. Even een duik en hij is weer weg. Nee, hey, maar goed bezig. Ja. Met de trainingen. Binnenkort. Vast. Ja, inderdaad. Deze zomer. Ik zeg het, ik ben ook lekker aan het gymmen thuis samen met Bo. Het is gewoon fijn. Moeten we ook eens samen doen? Ja, kan. Altijd welkom. Morgen. Kan ik wel. Ja. Maar dat pak ik niet uit. Hey, morgen. 10 uur. Op de Saar. Ik doe mijn best. Zo grappig, mensen. Bo wil dat zo weinig mogelijk mensen dat zien morgen. Want ze schaamt daar een beetje dat het op groot scherm komt. En nu zeggen wij daar dus zo net tegen Gijs van ja, morgen moet Bo om 10 uur op de Saar een PowerPoint doen. Dus jij wilt ook al komen kijken. Ik ga proberen. Dat is wel echt lachen. Normaal lukt dat wel. Bo haar oma kan misschien ook kijken. Dus. Wordt gezellig. Oh, met z'n allen kijken naar Bo die in de krant komt. Ook in de krant gewoon. Ja, echt gek. Ja. Besef dat hij gewoon zo goed... Binnenkort heeft hij meer volgers dan u. Ja, stel je voor. Maar hey, dat is wel echt een prestatie. Als je zo goed bent in school, met je eindproef, dat gewoon... Ja, die zegt gewoon gepraat. Ja, Gijs vraagt, wat heb je dan gedaan? Ja, gewoon gepraat. Maar daar is ze goed in, praten. Nee. Dat is gewoon. Zo mensen, dit was de vlog voor vandaag. We nemen eventjes de outro iets later op, want die was ik gisteren vergeten. En ondertussen heeft Bo het moment al gehad, de presentatie. En ik kan jullie zeggen,
Hoe we er hier in de vlog over praten, is eigenlijk nog vrij rustig met wat jij hebt meegemaakt vandaag. Ja. Dus jullie zien het morgen in de vlog. Als je dat wilt zien, vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken en te reageren en een belletje aan te zetten. En dan zien jullie morgen om 5 uur. Super spannend, zeker kijken. In een gloednieuwe vlog. Ciao!